De weekend-lockdowns moeten ervoor zorgen dat de COVID-19-pandemie beheersbaar wordt. De afgelopen periode is er een toename geweest van het aantal positieve COVID-19-gevallen. Gisteren alleen zijn er 8 personen overleden aan het virus. Dat is een record sinds het begin van de coronapandemie in Suriname. Daarnaast zijn er 144 positieve gevallen geregistreerd. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid zegt dat de verspreiding van het virus gestopt moet worden om erger te voorkomen. De bedoeling is van een weekend lockdown, puur medisch gezien, dat we de stilstand even brengen in de samenleving, zodat het virus weinig bewegingsruimte krijgt. En daardoor er enige ruimte ontstaat en wat mogelijk enige relief bestaat, ontstaat als gevolg van deze stilstand. Aan de andere kant snappen we ook dat een samenleving uiteraard moet werken, mensen moeten werken om zichzelf te kunnen onderhouden. En vandaar dat de regering met gepaste ondersteunende maatregelen ook de mogelijkheid biedt aan ieder die dat aanvraagt om getoetst te worden op die ondersteuning. De bewindsman zegt dat code zwart inhoudt, dat de gezondheidssector in grote nood is. Er is een noodprotocol ontwikkeld dat reeds is aangeboden aan de regering. Het is een noodprotocol waarbij nu al beslissingen worden genomen bij opnames van personen in de IC. Wanneer je geen plek meer hebt en er komt iemand in de situatie die IC-zorg nodig heeft, dan ga je keuzes moeten maken. En het is helaas een hele gevoelige kwestie, maar het is een internationaal gangbaar protocol waarbij COVID-19 eigenlijk dit protocol tot leven heeft doen komen. En wij hebben gezegd, wij als Volksgezondheid staan erachter dat er besluiten genomen moeten worden op verantwoorde wijze. Gangbaar, ethisch, medisch goed verantwoord en dat wij helaas niet anders kunnen als er geen plek is. Dus ik praat over de IC, het gaat over de intensive care. Uiteraard proberen we vanuit de overheid alles te doen om de capaciteit op te bouwen. Er zijn nog mogelijkheden, zeker, die we ook bekijken. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. Hij sprak vandaag voor aanvang van de raadsvergadering.